Ik hoop van vanavond dat we gaan leren. Dat ik ga leren, dat zij gaan leren. En dat we echt vanuit die interactie gaan nadenken. Wat moeten we nou doen om die toekomst beter, mooier en slimmer te maken? En niemand weet het antwoord. En iedereen is amateur in die nieuwe wereld. En dat maakt het ook zo spannend. Samenwerking getekend om uiteindelijk antwoord te geven op de vragen van de toekomst. Vragen waar wij als stad ook mee zitten. Hoe zorgen we dat de stad wordt steeds drukker, maar dat het een gezonde stad blijft voor onze inwoners. Dat het een hele mooie stad blijft en dat die aantrekkelijk blijft. Nou, en de droom die wij als Rotterdam hebben, dat een stad is met schone lucht en waar alle auto's in de toekomst ook elektrisch rijden. Dat is een droom die BMW met ons deelt en dat gaan we samen overkennen. Ik vind het een inspirerende avond. Het is leuk als er eens een keertje naar de autowereld, waar ik elke dag in leef, zeg maar, eens een keer op een hele andere manier gekeken wordt hoe we daarmee om moeten gaan. Dus niet alleen maar met autoliefhebbers onder elkaar, maar ook eens een keer vanuit een heel artistieke kant naar mobiliteit kijken. In één keer echt heel ver uitzoomen. En dat vind ik wel interessant en dat is ook inspirerend. Ik woon in Rotterdam, dus ik vond het heel leuk dat ze dit project hebben samen met gemeente Rotterdam. Rotterdam is natuurlijk een stad weer in wederopbouw, die ook modern is, moderne architectuur, moderne mobiliteit past daar ook bij. We hebben nu wat contouren gezien van wat BMW wil gaan doen. Ik ben ook heel benieuwd wat daar nog verder achter komt. Ja, weet je, ik hou van deze stad. BMW, mooi merk, ik rij ook zelf BMW. Ja, ik wil hier gewoon wel een beetje onderdeel van uitmaken. Dus gewoon, ja, ik kon dit niet missen. Achter ons zie je eigenlijk een unieke container staan die vol zit met BMW i-batterijen erin. En het unieke hiervan is dat je hem overal neer kan zetten en 20 auto's makkelijk opgeladen kunnen worden. Dus wat je wil is gewoon geen dieselgeneratoren meer en eigenlijk flexibiliteit. Nou, het was wel leuk dat die auto zegt wat je moet doen. Dat je zegt van, hey, je rijdt het elektrisch gebied in, zet de benzinemotor eens even uit. Dus dat is wel grappig. En dan om te zien dat als je daarmee bezig bent, dat je langzamerhand punten vergaart. En dat we begonnen op de 11e plek. En toen we aankwamen, hadden we de 4e plek te pakken. Dus dat was leuk om te doen. Een dag vol interessante nieuwe inzichten over hoe je mobiliteit in een stad organiseert. En ik heb eigenlijk heel veel nieuwe dingen geleerd over de initiatieven die BMW samen met de stad Rotterdam neemt om daar meer over te weten hoe je dat op de beste manier doet. Ja, de dag was gisteravond natuurlijk begonnen met een fantastische ondertekening van de MOU. En het is fantastisch om een samenwerking te kunnen starten op een event als deze waar het zo goed georganiseerd is en zo warm welkom is. We kunnen eigenlijk alleen maar verder gaan de komende 3 jaar tot mooie samenwerking. En ik hoop dat leidt tot mooie projecten. We learn a lot about the attitudes and ideas of external stakeholders. And we learn about their mobility behavior, their attitudes and what they expect from quality of life in urban areas. Very interesting coming from the Swedish context to be here
to look at these questions more on an international level. During the workshops we had some really nice dialogues because there were people from different angles. So there were people who were working with urban mobility, but also people on sustainability, the people from BMW, of course. Yeah, well, that gave a really broad perspective.